Deze week komt natuurlijk F1 2019 uit en de nieuwe toevoeging aan F1 2019 is de mogelijkheid om met Formule 2 auto's te rijden. Nu zijn Formule 2 auto's een stuk uitdagender dan de Formule 1 auto's om mee te rijden. Ze zijn bijvoorbeeld een stuk lichter, hebben dunnere banden en veel minder downforce. Dus dat is precies wat we vandaag gaan doen. We gaan een Formule 2 auto kiezen, uiteraard van MP Motorsport. Nederlands bedrijf natuurlijk, Nederlands raceteam. We zijn Nico Carri. En we gaan rijden in België. Want Spa-Francorchamps, dat blijft toch gewoon voor mij het mooiste circuit wat er is in Formule 1. En om het nog even iets lastiger te maken, gaan we met geen enkele assist aanrijden. En gaan we los. 19e op de grid, niet heel erg gunstig. Belangrijk om niet vol gas te starten, want je spint gelijk. Ik zit er heel brutaal tussen. En ik word er ook gelijk voor gestraft, want ik heb een warning gekregen. Dan gaan we al rouge in. Ik denk niet dat ik die vol gas kan nemen. Zeker niet met deze auto. Dus we liften even wat. Even terugschakelen om op toeren te komen. Dichterbij. Het zijn dus de 2018 auto's van de F2. En uit bocht komen, je moet heel voorzichtig zijn met op gas gaan. That's a decent start. Good job. Met je grote teen moet je het doen. Want anders staat je auto gelijk zijwaarts. En dat is wat, natuurlijk wat je niet wil. Geen assist verder. Voor de extra uitdaging. Absoluut niet die curb pakken. Want dan ben je gezien. Flauwe bocht is er, je ziet hier terug. Ja, je ziet me in ieder geval. Geef me iets van ruimte. Hier absoluut liften, anders ga je eraf. En hier gaan we gewoon aan de binnenkant zitten. En dan hopen we een plek te kunnen pakken. Hier heel voorzichtig zijn met op gas gaan. Want ik short shift hem aan voor de zekerheid. Hetzelfde geval, kijk daar wil de auto al gaan. Ik heb hem nog op kunnen vangen. Een rouge, liften en weer op het gas. De hele ring zit uiteraard ook op de Formule 2 auto's. Ik heb alleen de middelste kolom uitgezet. Het ziet er niet mooi uit tijdens het gamen en voor onze veiligheid hebben we het uiteraard niet nodig. Hier absoluut op de rem trappen. Nee, dat is altijd verhaallijk. Ik heb nog geen ruimte. En terecht natuurlijk. Maar een podiumplek zal er niet in zitten vandaag, maar hopelijk
kunnen wel een top 10 bereiken. Zonder uiteraard te spinnen. Oh. Dan moet ik de plek weer teruggeven. En dit is niet heel erg netjes voor me. Try to stay with him. He might make a mistake. He could still regain the position. Gaan we hier terugpakken binnenkant. Hoop ik. Maar het is niet makkelijk in ieder geval. De F1-auto's in deze game zijn een stuk makkelijker te besturen. DRS open. Het is niet alsof we dichterbij komen. Maar... lijkt vooral dat we in deze sector steeds dichterbij komen bij de concurrentie. Dus hier moeten we het hebben. Niet binnenkant proberen te pakken hier, want je gaat huilen als je dat doet. Straks wel op het rechte stuk hopelijk. Oh. Jammer. Het is natuurlijk altijd een gevaar wanneer je hem daar ertussen zet. Ik moet ook weer gelijk links in gaan. Ja, dat was een risico. Gap to team is 3.3 seconds. Straks erbij ook iets gaan pakken met de DRS. DRS open. We komen snel dichterbij. Maar het is moeilijk voor mij om er langs te gaan. Maar we zijn er voorbij. Formule 2, wanneer de carrière mode gaat spelen van F1 2019, zul je zeker 3 races in de Formule 2 moeten rijden. Maar daarna houdt het alweer op. Ik begrijp niet goed waarom ze dat hebben gedaan. Ik kan me goed voorstellen dat veel mensen toch een volledig Formule 2 seizoen willen spelen. We've been given a 3-second time penalty for unsportsmanlike conduct. Ik kan me niet voorstellen waarom we die hebben gekregen. Volgens mij deed daar niks vreemds, maar... helaas. Het zit niet mee. Een stuk van de voorvleugel weg, denk ik. Dus we hebben nu nog minder downforce dan dat we al hadden. Ja,
Ja, dit gaat voor geen meter meer. Onze race zit erop, denk ik. We maken hem nog wel even af, het eerste rondje, maar... Dit is balen. Ja, het draait voor geen meter. Nou, dit zal leuk worden, Roes. Ja, dat kan niet altijd winnen, jongens. Maar daar leren we ook weer van, hè. Ik dacht echt dat ik hem had. Hij past er perfect tussen. Ik begin nu ook veel meer te blokkeren. Je zult het vooral zien in dit soort krappe bochten, maar veel langzamer dan net. Kijk, je moet gewoon op de rem trappen. Nooit die curb hier pakken, jongens. Je wordt echt keihard gestraft. Ja, die extra uit... Wat extra uitloopvlak hebben we wel nodig nu. Dus dat is helemaal terug naar 2. Ik vond een 3 seconden penalty vond ik een beetje overdreven, maar we zullen het zo terugzien. Volgens mij zat ik gewoon aan de binnenkant er wel voorbij, maar dat is natuurlijk mijn eigen beleving. Zeker van het gas los. Kijk, dan redden we hem nog wel. Oh. En dat was hem, jongens. 5 rondjes Spa van de Cham. Het eindigde in huilen en tranen. Maar mag de pret niet drukken. Formule 2 wagens zijn heel vet om mee te rijden. Dus een stukje uitdagender. En een welkom editie voor F1 2019. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet absoluut niet te liken en ook niet te subscriben. En dan check ik jullie de volgende keer, jongens. Later! Davide, what do you think made the difference here? The difference was in the strategy. Credit to the driver for sure. But races like this really drive home how much of a team sport this is. They did a lot of work on the pit wall to really make the most of each stint and to make the best use of these tires. But that said, all of that would have been for nothing without a talented hand on the wheel. Okay.